mee dat ik een bedrijf zal hebben wanneer ik ouder ben geworden. Woe! Dat ik mijn ouders... Dat ik mijn ouders heel trots kan maken, gelukkig. Ik weet dat ik mensen zal hebben helpen die het niet zo breed hebben. Dus kinderen, geven jullie niet op. Ga jullie door met jullie school. Kies je vrienden en ga achter, volg je stappen. Ik dank u. Kogeldans, een van de 30 meisjes dat met succes de training sociale vaardigheden heeft afgerond. De cursus, die 5 weken heeft geduurd, had als doel de meisjes vaardigheden bij te brengen die ze weerbaar moeten maken tegen de problemen van alle dag en ze te leren hoe een voorbeeld te zijn voor hun omgeving. De training is een onderdeel van het trainings-, coaching- en begeleidingsproject, het Trakobe-project, waarbij de meisjes eveneens klaargestoomd worden om professioneel te leren voetballen en getraind worden in sociale vaardigheden. Ze kunnen in aanmerking komen voor een training van de KNVB tot World Coach. Het project is een initiatief van de stichting SU Sport Tellen en is bestemd voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade en de Koninklijke Voetbalbond KNVB. Bij de uitreiking zei Sandra Amersing namens de financierders dat het certificaat de meisjes meer zekerheid biedt en ook een pluspunt is bij de sollicitatie. Ook het voetballen is een voordeel, omdat je daarmee toont dat je samen kan werken met anderen, zegt Amersing. Ze riep de meisjes op zich verder in te zetten, omdat de besten geselecteerd worden om in Nederland getraind te worden tot World Coach. Jane Kolfberg-Graaf, bestuurslid van SU Sport Tellen, zegt op haar beurt dat dit resultaat niet bereikt zou worden zonder ondersteuning van de ouders en verzorgers. Wat de meisjes de afgelopen periode hebben geleerd, moeten ze nu toepassen in de praktijk, meent Kolf. En de KNVB die heeft in dit project, wat de ambassade ondersteunt, heeft daar ook een belangrijke rol in. Zij gaan namelijk de allerbeste van jullie gaan ze trainen als World Coaches. De World Coaches is een organisatie die is wereldwijd actief. Je kan je haast niet voorstellen als je hier zit, dat je straks deel kan uitmaken van een organisatie die wereldwijd actief is. Als dat op jouw cv staat, heb je 10 streepjes voor. En dan gaan er zoveel deuren voor je open, wereldwijd, om deel te nemen aan conferenties, aan noem maar op. Dus ik wil iedereen van jullie oproepen om echt jullie uiterste best te doen, om te blijven participeren. En niet alleen in dit project, maar ook in school, je houding naar je ouders toe. Wees echt dat voorbeeldfiguur wat die World Coach te zijn de tijd moet worden. Maar wij geloven met datgene wat jullie meegekregen hebben de afgelopen 5 weken, dat jullie ons alleen maar trots kunnen maken. Je hebt geleerd om verdraagzaam te zijn. Je hebt geleerd om naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? En ik geloof dat na deze 5 weken je nu al kunt zeggen van ik wil dat. En wij zijn er als trainers, als coaches, om te zorgen dat jullie dit traject samen met ons afleggen. Het is niet makkelijk, we weten, nu gaat de school beginnen. En dat betekent dat je nu 2 keer in de week van huis moet. Maar dwars door alles zijn we er om jullie te begeleiden in het traject. De uitreiking van de certificaten, waarbij ouders, verzorgers, trainers en coaches aanwezig waren, vond plaats in het jeugdcentrum. Voorzitter van Stichting SU Sport Tellen, tevens voetbaltrainer van de meisjes Melvin van Bosse, was blij met het behaalde resultaat. Hij zei dat de jonge dames zich binnenkort inschrijven bij de Surinaamse Voetbalbond in 2 klassen, namelijk U17 en de U20 klasse. Het Trakobe-project duurt van augustus 2016 tot en met juli 2017.